Proost. Proost. Ik weet niet wie jij bent. Maar doe je een beetje lief tegen mijn zusje? Ja, tuurlijk. Dat verdient ze namelijk. En maar wat zei je nou net? Tamboe? Tamboe? Tamboe. Ja, dat is tamboe. Eigenlijk alleen maar met je heupen. Met je heupen? Ja. Ben je een beetje los met je heupen? En hoe? Ja. Oh, dit is los? Dit is toch los? Ja, kijk hier met die heupjes. Vind jij Rover leuk? Ja, leuk gast. Hoe leuk? Oh, nee. Nee, ik ben zo straight als je maar kan. Oh. Ik ben zo straight als je maar kan. Ik ook, ja. Oké, okay, ja, nee. Maar ik zou dan niet dat doen. Dit is geen goed idee. Nee, ik realiseer me net dat het vanavond de Antilliaanse avond is. Dus niks voor ons. Nou, juist wel. En ik kan wel wat afleiding gebruiken. Ja, maar je ziet er zo mooi uit. Sorry? Nee, ik bedoel, je bent natuurlijk prachtig, man. Maar ik vind gewoon dat je er mooi uitziet. En ik heb zelf nog last van de jetlag. Laten we gewoon lekker slapen. Oké, nou ja, misschien heb je wel gelijk. Zal ik je dan thuis afzetten? Nee, ik moet nog iets met Rover bespreken over een playlist. Ah, oké. Ga jij lekker slapen? En mam, met Ludo komt het allemaal goed. Nou. Ja, schat. Mam. Slaap lekker. Dat wist je toch niet? Nee, maar hoe kan ik dat weten? Ja, nou, misschien... Ben jij helemaal gek geworden? Sorry, ik maak me nogal zorgen om een lachetje. Jij voelde je toch niet zo lekker, Fik? Omdat je hoofdpijn had? Ik verveelde me. Ja, dan gaan we lekker naar huis. Als ik had geweten dat jij zo'n gast was, had ik wel een andere B&B gezocht, hè? Nou, wij gaan. Hé, hey, fijne avond, hè? Hey. Is Lucas je voor? Oh, nee. Fik is zo straight als maar kan. Oké. Hey, gaan wij zo even wat drinken nog? Oh, nee. Nee, ik ga zo naar boven, want Fik die kwam met een hele leuke serie. En hij heeft de eerste twee afleveringen al gekeken, dus ik moet nog wat inhalen. Als jij dit nodig hebt, prima. Ik wacht wel. Dan kan je lang wachten. Fik is een blijvertje. Ik had het je nog zo gezegd. Ja, doe nou gewoon de rest, want er is toch niks gebeurd? Nee, omdat ik mijn moeder op een hele botte manier heb weggewerkt. Ja, ze zou me toch niet herkennen. Natuurlijk wel. Want je skypt toch af en toe met haar, hè, met Ludo? Ik vind het al een wonder dat Binjo niet heeft herkend. Wel, nee. Dat is jouw voorkennis waardoor je nu zo paranoia bent. Nou, dat jij maar een beetje para. Luister, ik doe het niet voor mezelf. Ja, weet ik. Ja, ik help jou, dus moet je wel een beetje meewerken. Je hebt gelijk. Sorry. Hoi. Hoi, Fik. Kimberly, ben jij de nieuwe vlam van Lucas? Nou, nee. Lucas is een lieve schat, maar ik val niet op, jongens. En Fik is een logé uit New York. En trouwens, Kim, waarom is iedere jongen waarmee ik omga meteen gay? Oh nee, zo bedoel ik het niet. Nee, ik bedoel meer om de... Nou ja, je meent mee naar huis. Fik, die logeert hier eventjes. Ik ga je matras regelen. Ja. Nou, dat is goed nieuws. Ja, dat Lucas een knappe hetero inbrengt.